dan gaan we over naar de vragen van ons uit Hoorn. Wie mag ik het woord geven? Meneer Boneman. Voor de duidelijkheid, ik zal beginnen en daarna zal ik het aan mijn collega overgeven. In het raadsbesluit zal staan dat wij kennis nemen van de bestuursovereenkomst uit Hoornlijn voor de planuitwerkingsfase. Ik heb toch doorgelezen en daar ook gezien. Ik heb in de vraag het wat uitgebreider neergezet. Maar waar het in feite op neerkomt is van, ja, is het geld niet toereikend, het budget niet toereikend, dan zullen we gaan ontskopen. Dat doet mij automatisch tot de vraag komen, oké, dan gaan we dus versoberen. En welke bovenwettelijke maatregelen of andere maatregelen gaan dan sneuvelen? Eigenlijk wil ik daar een soort van garantie over dat we dat niet gaan doen. Datzelfde geldt bij afronding van de planuitwerkingsfase. Dan zal er promotie naar de uitvoeringsfase plaatsvinden en wordt de scope nogmaals vastgesteld, lees ik. Daar wil ik eigenlijk een extra toelichting op. Ik bedoel, als wij in de planuitwerkingsfase zeggen van oké, we gaan ontscopen, om het makkelijk te zeggen. Ja, dan zou je bij de uitvoeringsfase kunnen zeggen, ja, we gaan weer ontscopen. Dat lijkt me vrij ingewikkeld, maar dat mag u wat mij betreft toelichten. En ook daarvoor geldt dan, welke maatregelen gaan dan sneuvelen? Daarnaast, en dat is een vraag die eigenlijk wel al gesteld is, zo tussendoor, dat ik ervan uitga dat bij wijzigingen van bestemmingsplannen de normale procedure wordt gevolgd en dat we als raad daar dus gewoon een vinger aan de pols houden. Het gaat over zeer veel onderwerpen, onder andere milieutechnische aspecten en waterborging en dergelijke meer. Dan heb ik nog een extra vraag en dat is wat meer gedetailleerd. Ik heb er ook een plaatje bij gedaan. Even de situatie beschrijvend. Linksboven vindt u beleefd buitendijks. En u ziet daar de buslijn, de huidige buslijn lopen. En op enig moment, heb ik in een presentatie gezien, zal die buslijn via een bocht aan moeten haken op de tramtracé. Ik heb persoonlijk wel behoefte om dat beter ingetekend te zien. Er ligt daar wat infrastructuur. Ik heb daar ook wat pomphuisjes gezien. En ik vraag eigenlijk van, kunt u dat intekenen? Nou hoeft dat niet hier te plekken. Maar ik heb wel ernstig behoefte aan die informatie. Dat is wat betreft mijn aandeel in deze vragen. Ik geef graag het woord over aan mevrouw Elgersma. Ik heb een aantal vragen met betrekking tot de veiligheid. En vraag 4 hoef ik eigenlijk niet echt meer te stellen, omdat die gaan onder andere over de kruisingen. En u heeft al aangegeven dat deze optimaal en eigenlijk liefst nog meer dan optimaal beveiligd gaan worden. Dus dat is wat mij betreft voor nu even voldoende antwoord. Dan voor wat betreft de extra veiligheidsmaatregelen ter introductie waarover gesproken wordt. Heeft u daar een aantal concrete voorbeelden van? En hoe lang worden deze extra maatregelen toegepast? En dan bedoel ik eigenlijk meer, ga je al beginnen met een stuk bewustwording voordat dat ding gaat rijden? Of start je tegelijkertijd of pas daarna? En vraag 6, in hoeverre heeft de Raad nog invloed na stemming over dit voorkeursbesluit op de concrete invulling van de veiligheidsmaatregelen? En daar bedoel ik eigenlijk mee als we voorgeschoteld krijgen van, nou, die kruising gaat zo en zo beveiligd worden. Maar ik zou daar eigenlijk nog wel een extra lampje, belletje of slagboom bij willen. Mag ik daar dan nog iets van vinden? Ja, ik ga er sowieso wel iets van vinden, maar heeft dat dan nog zin om dat te laten horen? Kan dat nog? Tot zover. Mevrouw de Plak. Dank u wel. Ja, over die projectraming en mogelijkheid tot ontskoping. Ja, er is de afgelopen periode erg veel tijd besteed aan het maken van een goede raming. Wat gaat dit nou kosten? Daar hebben we zelfs nog een second opinion op laten uitvoeren. Ook is er in die raming een flinke post onvoorzien opgenomen.
Zeg ik daarmee dat hij nooit door het budget heen gaat schieten? Nee, natuurlijk, dat kan ik niet van tevoren weten. Ik weet dat we allemaal de Noord-Zuidlijn in ons achterhoofd hebben zitten. En hoe dat door zijn budget is geschoten. Maar dit is wel een heel ander project. Technisch veel simpeler te realiseren op een bestaande bedding. Waardoor de kansen op dat soort fiasco's eigenlijk richting nieuw is. Nogmaals, er is altijd die kleine kans dat er toch iets gebeurt. Dat kan in elk project gebeuren. Dan zou er naar ons koper gekeken moeten worden. Sowieso, hè, omdat het dan het huidige besluit niet meer geldig zou zijn, moet er weer een overleg getreden worden met de partners. Daar zit Uithoorn nog steeds ook aan tafel. En ik kan me echt niet voorstellen dat er dan getornd gaat worden aan veiligheidsmaatregelen. Want veiligheid is niet iets waar je een beetje meer of minder van kan doen. Het moet veilig zijn, dat is een randvoorwaarde. Meneer Bomen. Waar het mij meer om gaat, is dat we in dit hele traject een x-aantal bovenwettelijke maatregelen hebben. En ik kan mij voorstellen dat als je uit het budget gaat lopen, dat je gaat, de ruimte gaat zoeken op die bovenwettelijke maatregelen. Die we dan maar niet gaan toepassen, omdat het anders te duur wordt. Dat is eigenlijk de essentie van de vraag. Dus hoe kunnen wij als raad feeling houden met, hier wordt geontscoopt op een wijze die wij niet willen. Dat geldt overigens ook voor het promotie naar de uitvoeringsfase. Ik ga ervan uit, maar ik laat dat graag door u bevestigen, dat als we die promotie naar die uitvoeringsfase hebben, dat we terugkomen hier in de raad. Nou, om met dat laatste te beginnen, dat vind ik veel te laat. Als wij overgaan naar de planuitwerkingsfase, dan lijkt het mij verstandig dat ik u daar gewoon op regelmatige momenten van op de hoogte houdt, hoe dat ervoor staat. En hoe wij ook, hoe het participatietraject loopt en hoe wij de huidige voorkeursvariant dan gaan vertalen naar concrete plannen. En daar hoort dus ook bij, hè, dan kijk ik ook gelijk naar mevrouw Elgersma, hoe wij een invulling gaan geven aan de uitwerking van die veiligheidsmaatregelen. U kunt daar als raad gewoon naar kijken, u kunt daarover meepraten. U kunt daar uw mening over geven. U heeft zelfs een officieel adviesrecht daarin. En hoewel de voersregio de uitvoerder is die uiteindelijk de laatste klap erop geeft, nemen zij het advies van de gemeenteraad en ook van de colleges heel zwaar. Op het moment dat we tot ons kopen kunnen, moet ik sowieso terug naar de raad. Want dan torn ik aan een besluit dat u heeft genomen en dan moet ik dat sowieso met u bespreken. Dus daar zit dat in geboord. Veiligheidsmaatregelen, maar ook andere bovenwettelijke maatregelen kunnen niet zomaar eruit gehaald worden. Sowieso niet wenselijk na een heel lang inspraaktraject. Meneer Elgersma. Dus je kan niet op een gegeven moment, er kan niet op een gegeven moment gezegd worden van we halen er toch wat af uit kostenoverweging, want we blijven nog steeds binnen die wettelijke norm. En dat je dus iets hebt om je achter te verschuilen. Ik wil het gewoon even heel zeker weten. Ja, dat kan wel gezegd worden, maar daar moeten wij als Uithoorn ook wat van vinden. En op het moment dat er getornd wordt aan zaken die voor ons, laat ik het zeggen, heilig zijn, is dat niet iets waar we zomaar akkoord mee gaan. En waar de stadsregio dus ook niet dwars doorheen zal gaan. Even los van de bestemmingsplanprocedure die erachter hangt, waar de gemeenteraad van Uithoorn weer in de lead is. Is dat niet iets wat wenselijk is? Het is samen uit, samen thuis in deze. Meneer Bomen. Ik ben best tevreden met het antwoord hoor, van de portefeuillehouder. Alleen als je het de bestuursovereenkomst leest, dan zie je daar geen enkel formeel moment in terug. En dat zou ik graag zien. Voorzitter, ik zou heel graag even willen overleggen met mijn achterban, want ik hoor achter mij jawel. Dus ik wil kijken waar dat dan staat. Akkoord. Ik weet hem weer. Er staat in dat scopewijzigingen in de stuurgroep, dus de bestuurlijke overleg tussen de vier partijen, dat die daar besproken en ook men er met elkaar uit moet komen. En de toezegging die ik u nu geef is dat als er een scopewijziging wordt voorgesteld, dat alvorens ik dat overleg inga, ik dat eerst tegen deze raad aanhoud om een mening van deze raad te peilen.
Die toezegging heeft u van mij. U vraagt of wat betreft de vaststelling van bestemmingsplan of dat gebruikelijk plaatsvindt. Dat is wettelijk ingegeven, dus ja natuurlijk. De officiële zienswijzeprocedure. Maar bij dergelijke bestemmingsplannen is het gebruikelijk dat we hier ook nog het informele traject, het voorontwerp, ter inzage leggen. Dus ja, de uitgebreide bestemmingsplanprocedure. Dan vraagt u om wat meer inzicht in de aansluiting van de busbaan op de trambaan. Daar hebben wij een heel mooi plaatje van hier liggen, vrij gedetailleerd. Die gaat in de beantwoording mee. Dus kunt u daar uitgebreid naar kijken. Concrete maatregelen van voorbeelden. Zoals ik al eerder van veiligheidsmaatregelen, dat vroeg mevrouw Elgersma. We hebben natuurlijk laten toetsen, wat moet je nou sowieso volgens de norm doen? Daar kwam uit dat bij de Randweg en bij de Bieslookkruising je kon volstaan met waarschuwingslichten. En bij Aan de Zoom dat je kon volstaan met eigenlijk niks. Niet alleen ons gevoel, maar ook het gevoel van de inwoners was, dat is niet genoeg. Dat is gewoon niet veilig. Zeker niet in een dorp waar men niet gewend is dat er trams rijden. En waar vooral veel schoolgaande kinderen fietsen. Inclusief die van mijzelf. En daar hebben we dus extra maatregelen opgezet. Om precies te zijn, bij de Bieslook en bij de Randweg hebben we dat uitgebreid met de slagbomen. En bij Aan de Zoom hebben we dat in dit voorstel uitgebreid met waarschuwingslichten. Alleen als ik luister naar hoe de reacties van de inwoners erop zijn en de laatste weken ook binnen dit college, denk ik dat het misschien verstandig is om daar zelfs nog een schep bovenop te doen richting slagbomen. Zodat ook die kruising optimaal beveiligd is, want daar, het was volgens het safetybord niet nodig, of volgens het onderzoek, veiligheidsonderzoek niet nodig, omdat de tram daar gewoon stilstaat en heel langzaam optrekt. Maar we weten allemaal hoe schoolgaande kinderen rijden. Dus ik denk dat het een heel goed idee is als we daar nog een flinke schep bovenop gaan doen. En die ga ik dus meenemen naar de stadsregio, om dat te bespreken. Meneer Elgersma. Oké, dat is op zich duidelijk. En wat ik dan eigenlijk nog graag zou willen weten, want dat hebben we ook bij de insprekers, een van de insprekers kunnen horen, dat met name die schoolgaande kinderen die naar de sportvelden gaan, die zijn niet gewend hier aan een tram. Dan kun je de slagbomen, alles, het hele stuk kun je plaatsen, maar komt er nog iets van voorlichting voor mij op school of iets dergelijks? Is daar al over nagedacht? Ja, die vergat ik nog te melden inderdaad, want daar vroeg u net naar. Daar hebben we twee dingen op verzonnen. De stadsregio heeft aangeboden om in dat voorlichtingsprogramma een lespakket aan te bieden aan de scholen. En ik kan me zo voorstellen dat als het de eerste rit van de tram nabij is, dat je dan al daarvoor daarmee begint. Dus niet wacht tot hij al eenmaal rijdt. En daarnaast zitten wij serieus te overwegen als gemeente om voor een x-periode met klaarovers te werken. Gewoon om even dat gewenningsproces op gang te helpen. Dus dat zijn dingen die wij nog los van die slagboom inderdaad daarvoor bedacht hebben. Hoe de Raad dan nog invloed na stemming over dit voorkeursbesluit heeft over die invulling van de veiligheidsmaatregelen, ik denk dat ik dat wel beantwoord heb richting de heer Boman. Ja. Dat waren de vragen, voorzitter. Aan ons het woord. Dank u wel. Meneer Van Dam? Ja, nog één aanvullende vraag is over het over het voortransport naar de tramhaltes, met name vanuit Meerwijk, vanuit de zuidelijke kanten van Meerwijk. U had het over een aanvoerlijn of een vierde lijn die één keer per uur, minimaal één keer per uur zou rijden. Maar is dat niet een beetje te weinig, één keer per uur? Ik kan me voorstellen dat als je vertrekt richting Amsterdam, dat je, dan kun je redelijk op plannen. We gaan om 2 uur weg, want dan hebben we de ding om 2:10. Maar terug vanuit Amsterdam, dan zou het best kunnen zijn dat je dan net te laat in Uithoorn aankomt om dat laatste stukje naar huis te kunnen. Dus vindt u dat ook niet? Misschien dat het net even te weinig is. En als het zo is, wat kunt u of wat kan de Raad nog doen om die frequentie op te schroeven? Nou, bijvoorbeeld 1 keer per half uur. Ja, dat is eigenlijk een herhaling van de vraag van de heer Keijmers. Die heeft precies hetzelfde net gevraagd. Wat ik daarop aangaf is, dat is een minimumeis. Een vervoerder mag dat verhogen, die frequentie. Dat zal die vervoerder ook zeker doen als het aanbod daar is.
Maar op het moment dat het aanbod er niet is, zullen zij wellicht teruggrijpen op die minimumeis van 1 keer per uur. Op dit moment door de Meerwijk gaat de bus ook maar 2 keer per uur, is ook al weinig. Ja, nogmaals, als de vraag niet naar is, zijn er dus ook weinig mensen die er last van hebben. En ik zou ook dan bij deze reclame willen maken voor de 9292 OV-app, om te zorgen dat je de juiste tram hebt genomen die mooi aansluit op de bus. Wat ik daar... Meneer Van Dam? Kunnen wij er nog iets aan doen richting de aanbieders van het vervoer, de concessie? Nou goed, ook die vraag had ik net beantwoord. Ja, wij kunnen met de vervoerder, op het moment dat we het vervoerplan zien en we weten of zij gaan grijpen naar de minimumfrequentie of hoger gaan, kunnen wij absoluut in overleg met ze gaan daarover. Maar we hebben daar geen maatregelen om dat keihard erin te zetten. Het is natuurlijk niet zo dat een ieder uit de Meerwijk eerst die bus moet nemen om bij de tram te komen. Wat wij merken is dat een merendeel van de mensen ofwel de auto neemt, ofwel de fiets neemt, of toch gaat lopen, ondanks lange afstand. En dat er maar een heel beperkt deel dat voortransport zal gebruiken. Maar juist voor die groep moet je wel iets geregeld hebben, vandaar die aanvoerlijn. Dat was het voor ons uit Hoorn. Partij van de Arbeid, wie mag het woord geven? Meneer Brink. Ja, dank u wel. Een groot aantal vragen is natuurlijk al aan bod geweest. Ik heb toch nog wat dingen openstaan. In het kader van de cumulatie is de beantwoording van de wethouder volgens mij redelijk duidelijk met betrekking tot de wet. Misschien dat dit meer iets dan is voor wethouder Bauma als het gaat over de geluidsbeperkende maatregelen die genomen moeten worden als luchtvaartindelingsbesluit genomen wordt. En of daar misschien al een beetje zicht op is wat voor een geluidsbeperkende maatregelen er in de leg meer en bij welke geluidsnormen deze genomen zouden moeten worden. Dan over de trillingen. Er zijn verschillende dingen gevraagd over de trillingen door de insprekers. Onder andere over gevoelige apparatuur en waarom er niet gekozen is voor een andere norm met betrekking tot gevoelige apparatuur over de, voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. En waarom dit voor woningen anders ligt. Wij hebben dat trillingenonderzoek niet gezien. Dus we zouden graag zien wat die verschillen zijn en dat onderzoek ook zien. En met betrekking tot de trillingen en de geluidsoverlast hebben we ook begrepen dat de bedding van de trambaan of van het tracé nogal wat uit kan maken. Nu staat er in de stukken wel dat op verschillende stukken van het tracé een andere bedding wordt aangelegd die meer dempt. En kunnen wij hier iets specifiekere informatie over krijgen? Er was wat onduidelijkheid met de insprekers en de beantwoording over de gewenste hoogte voor de geluidsschermen bij langs de baan. Ik heb daar ook een vraag over gesteld tijdens de commissie, maar toen bleek dat deze mevrouw niks mee had gekregen van een raadpleging van bewoners over een gewenste hoogte van het scherm. Dus we willen graag weten waar de keuze voor deze hoogte vandaan komt. Dan is er nog, ook met betrekking tot de hoogte van het scherm, is vorige week de vraag gesteld of het zo is dat trampassagiers hoger zitten en of dat ook met betrekking tot de privacy nog invloed zou zijn. De kruising de bushalte bij het Cootpark verdwijnt en verhuist naar de Faunalaan. En dan staat er dat ook de oversteek voor langzaam verkeer verdwijnt, omdat het met de frequentie van de bus-tram-combinatie daar gaat rijden dan niet meer mogelijk is om daar goed over te steken. Komt daar een andere overstookmogelijkheid? Want er staat hier alleen maar dat die verdwijnt. Er staat niet dat er wat daar eventueel als aanvullende maatregel opgenomen wordt, zodat er wel langzaam verkeer over kan steken daar in de buurt. Er staat voor de busbaanzone een bedrag als afboeking in de stukken. Wij willen graag weten waar het bedrag vandaan komt. Ja, en dan bij de oversteek van de randweg, die dus wel met slagbomen is.
Vragen we ons af of er ook nagedacht is over aanvullende maatregelen voor de verkeersdoorstroming. Als de slagbomen regelmatig dicht zullen zijn, het is nu al een drukke weg. En heeft u gekeken naar de verkeersdoorstroming daar en is er al dan niet gekozen voor aanpassingen? Dat was het voor dit moment. Ja, het SBR, de SBR-kwalificatie, dat is waar u op doelde, A, B en C voor trillingen en dergelijke. Daar is in het trillingsonderzoek onderzoek naar gedaan. Is ook te vinden bij de achterliggende stukken die geplaatst zijn. Je hebt drie klassificaties, dat werd ook al gezegd door een van de insprekers. Klasse A, B en C. Klasse A moet je altijd toepassen. Dat onderzoekt of er schade aan gebouwen door trillingen kan ontstaan. Klasse B doe je op het moment dat je door bewoond gebied gaat, woonwijken en dergelijke. En dat geeft aan of de trillingen niet ook nog overlast voor inwoners veroorzaken. Klasse C hoef je alleen maar toe te passen op het moment dat je langs objecten gaat die zeer hooggevoelig zijn. Dat kunnen ziekenhuizen zijn waar ziekenhuisapparatuur zit. Dat kunnen onderzoekslaboratoria zijn, noem maar op. Geldt niet standaard in een woonwijk, omdat dit soort trillingen en stralingen huishoudelijke apparatuur, zoals telefoons, televisies, computers en dergelijke, niet beïnvloeden daarmee. Dus die hoeft daar hier niet toegepast te worden. Dus het is langs SBR klasse B gelegd. En daar bleef het allemaal ruim binnen de normen. Dat trillingsonderzoek zit gewoon bij die achterliggende stukken. Maar als u dat niet kan vinden, dan met alle liefde stuurt hij nog een keer naar u toe. Ja. Nou, ik hoor dat graag als we dat nog moeten doen. De hoogte van de scherm langs de baan, daar is in het participatietraject is daar met de direct aanwonenden, de eerste schil, is daar veel over gesproken. En bij langs de baan waren de meningen nogal verdeeld. Er waren mensen die helemaal geen scherm wilden, mensen die 3 meter hoog wilden, 1 meter hoog. Wat wij gedaan hebben, want je moet iets in de raming meenemen, we zijn uitgegaan van 1 meter hoge schermen. Dat staat ook in de voorkeursvariant. Want bij 1 meter hoge schermen haal je al het meeste geluid hou je tegen. Maar dat staat toch open wat ons betreft voor discussie. Dus we willen, als wij verder gaan naar de planuitwerkingsfase, daar nog met de buurt goed over in gesprek gaan. Mochten de meningen nog steeds flink verdeeld worden, dan zullen we een keer een klap erop moeten geven en een besluit moeten nemen. Maar nogmaals, net zoals de hele planuitwerkingsfase, wordt dat regelmatig met de raad besproken. Dus ook voor de vaststelling daarvan. Zorg over verlies van privacy omdat trampassagiers hoger zouden zitten dan buspassagiers en waardoor 2 meter schermen niet voldoende zouden zijn. Nee, dat klopt niet. Dat geldt met de huidige metro 51. Daar zitten de passagiers inderdaad heel hoog. Met de trams zit men op nagenoeg dezelfde ooghoogte als bij een bus. Dan de fietsoversteek. Koopark legt meer. In de oorspronkelijke plannen zagen wij al dat de huidige oversteek gewoon te gevaarlijk werd. Dat daar een te hoge frequentie rijdt. Dat valt gewoon niet goed genoeg te beveiligen. Toen was oorspronkelijk het voorstel, laten we dan iets opschrijven waardoor je hem in tweeën kan passeren. Nou, daar kwam vanuit de buurt kwamen daar wat hele goede ideeën over. Dat ten eerste heel moeilijk te beveiligen is, zeker als je er tussenin staat. Maar ten tweede ook dat je dan een aantal geluidsschermen die wel gewenst zijn niet meer kan plaatsen, omdat je daarmee het zicht belemmert van fietsers en van tram en bus. Dus die hebben we er voor nu even uitgehaald, maar wel met het idee, die willen we nog even wat beter nog bekijken en nog beter ook met de buurt bespreken. En inderdaad, ook geen oversteek zou een optie zijn, omdat die niet per se nodig is daar. Maar daar willen we later nog een duidelijke keuze in maken. Dan vraagt u naar die 177.000 euro afboeking. Ja, normaal gesproken bij dit soort trajecten verwacht de vervoersregio, als zij een tracé aanleggen, dat de grond die daarvoor nodig is van de gemeente om niet wordt aangeboden. En dat is heel leuk als het om een grasveldje gaat. Maar in dit geval zat er een stuk grond bij waar wij in de grondexploitatie hadden opgenomen voor 800.000 euro. Dus daar zijn we het gesprek over ingegaan, laten we daarop houden. En wat daar het aanbod is geweest, dat de vervoersregio 80% van die kosten voor zijn rekening neemt. En de gemeente Uithoorn 20%. En zo kom je op die 177.000 euro uit.
Dan de oversteek op de Randweg. U geeft aan, dat is toch druk. En daar rijden ook veel auto's en fietsers. En kan dat allemaal wel? Dat is een hele terechte vraag. Die vraag hebben wij onszelf ook een paar keer gesteld. Vandaar dat wij naast de berekeningen die we normaal op dat soort oversteken toepassen, ook nog echt fysiek zijn gaan tellen op verschillende momenten. Zowel binnen de spits, buiten de spits, weekend en buiten het weekend. En de conclusie van die tellingen en dat onderzoek kwam uit dat dat wel kan. Dus dat de drukte niet zo erg is dat je daar hele grote opstoppingen gaat krijgen. Dan nog even over de bedding van het tracé, of dat nog bepaalde geluidsmaatregelen heeft. Ja, je kan verschillende soorten beddingen doen, van keihard beton tot gras en noem maar op. Waar hier nu mee gerekend is, is een ballastbed van grove stenen. Want dat schijnt het geluid optimaal te dempen. Als het minste geluid af te geven, dat moet ik zeggen. Waar de tram en de bus samen rijden, kan dat vanzelfsprekend niet. Want dan wordt het een heel hobbelig ritje, dus daar blijft het asfalt waar de rails in ligt. En voor de rest geldt het voor het hele tracé binnen Uithoorn? Die grove steenbedding geldt voor het hele tracé binnen Uithoorn waar de bus niet rijdt. Er ligt nog een vraag voor wethouder Bamme. Dank u wel. Ja, uw vraag gaat over de LIB4-zone eventueel. Het is allereerst nog niet bekend of die daar ligt. Want de hele berekeningen duren langer dan we gedacht hebben. Dus dat is geen zekerheid. Maar we moeten niet vergeten, LIB4 gaat over het bouwen. Het gaat niet over het geluid zelf. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En daar zijn geen aanvullende eisen voor dan wat we al kennen. Dus over cumulatie wordt al helemaal niet gesproken, want dat is een vrij unieke situatie hier in Uithoorn. Dus ik ga even ervan uit dat in het antwoord van meneer Polak zat, hè, dat daarnaar gekeken is. Maar LIB heeft niks te maken met geluid, heeft te maken met wel of niet mogen bouwen. Meneer Brink. Dus als ik het goed begrijp, betekent dat er in dat kader ook geen zicht is op eventueel extra geluidsisolerende of geluidsbeperkende maatregelen door een luchtvaartbesluit? Nee, het enige wat we kennen is het SLS-fonds. Dat is daarvoor opgericht, verder niet. En het SLS-fonds heeft sinds kort zijn tweede tranche ingezet. Daar zijn er nieuwe regels voor gemaakt. Die zijn overigens veel strenger, dus er wordt veel minder snel geïsoleerd. En alleen bij hele zware gevallen is daar nog sprake van. Nou, die exacte regels, als dat van toepassing is, is het handig dat de bewoners daar zelf naar kijken, want dat kunnen wij niet. Dat is het enige wat daarvoor in het leven geroepen is. Dat waren de vragen van de Partij van de Arbeid. Ja. Heeft GroenUithoorn nog vragen? Ja, er zijn er nog twee over. Als allereerste. Algemeen belang. De komst van de tram zou het algemeen belang moeten dienen van de bewoners van Uithoorn. Met 3 stations en een directe invloedzone van 400 meter, dat is dan van het reguliere vervoer, inmiddels al een behoorlijke afstand, worden vele bewoners tekort gedaan. Heel Meerwijk, het vuurlijngebied, grotendeels het burgemeester Kootpark. Meneer Albers, ja? U bent bezig met een politieke verklaring en dit is de commissie. Dus dit stukje moet u eigenlijk gebruiken voor volgende week. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Dus uw vraag alstublieft. Dan heb ik nog een andere. De toenemende vergrijzing zal ook de gemeente Uithoorn raken. Wij achten het van groot belang dat de OV-verbindingen naar de regionale ziekenhuizen overeind blijven. Die zullen steeds belangrijker worden. Hoe ziet u dat? En tenslotte, is in de keuze naast logistieke, financiële en sociale aspecten nog een aantal andere parameters meegenomen? Zo ja, welke zijn dat? En is hier een gedetailleerde lijst van? Bewegingsfactoren. Dat was het.
Ja, we hebben natuurlijk een aantal ziekenhuizen in de regio. En het is belangrijk om daar een goede verbinding mee te hebben. Op dit moment is de verbinding met het ziekenhuis Amsteland goed met een overstap. Dat zal niet veranderen bij een komst van de tram. Een goede verbinding met het Spaarne ziekenhuis. En we hebben inmiddels ook een polykliniek midden in het dorp. Wat dat betreft zijn wij vrij goed bereikbaar voor mensen voor wie het vervoer met OV daar niet voor mogelijk is. En andere manieren vanuit de WMO of via taxivervoer. En uw tweede vraag die kreeg ik niet helemaal mee wat u bedoelt. Zou u iets kunnen verduidelijken? Jawel. Ik neem aan, de keuze die je maakt voor een tramlijn, zoals dat er nu is, daar zit een aantal parameters aan, liggen daaraan ten grondslag. Dus de overwegingen, waarom je dat doet, dat zijn logistieke overwegingen, financiële overwegingen. En daarnaast zijn er nog een heleboel andere parameters. Ik zou graag willen weten, welke zijn het dan geweest? En wat zijn de wegingsfactoren van al die parameters geweest? Ja, ik zou dan nu kunnen gaan citeren uit het raadsvoorstel wat hij heeft ontvangen. Want daar staat heel zeer uitgebreid alle weging die wij als college hebben gedaan om tot dit voorstel te komen. En waarom wij dit wel een goed idee vinden. Maar als ik hem heel kort zou moeten samenvatten, is dat in een tijd van bezuinigingen, waar wij geconfronteerd worden met een groeiende vraag naar OV en een verminderd budget, wij ons stinkende best moeten doen om het beste OV voor Uithoorn te geven. En de tram is naar het mening van het college daar de beste manier voor. We krijgen daarmee, wat we nu al niet hebben, een HOV-verbinding vanuit de kern van ons dorp naar het grootste knooppunt van de stadsregio, Station Zuid, dat ons straks het grootste knooppunt. Wij hebben daarmee een toekomstvast openbaar vervoerssysteem, waarbij we met de huidige busverbindingen eigenlijk door allerlei opstoppingen, bezuinigingen, lijnwijzigingen eigenlijk op een glijdende schaal zitten. En nu gewoon voor de toekomst weten, dit is vanuit de grootste delen vanuit Hoorn een goed OV. En ook voor de delen die buiten de directe invloedssfeer van die halte zitten, kan men ofwel met de bus ofwel met de fiets of de auto dat snel bereiken en zit dan direct op een snelle verbinding waarvan we voor de komende 25 tot 30 jaar weten dat we die hebben. En dat is juist precies de reden dat wij dit voorstel doen. Omdat wij denken dat alle alternatieven die bekeken worden qua openbaar vervoer, en dat is waar wij toch voor staan, goed openbaar vervoer, dat die daar minder mee wordt. Vandaar dat wij u dit voorstel doen en dat dit college ook denkt de beste optie aan u voor te leggen. Dat was het, meneer Albers. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Hanteer ik even dezelfde volgorde. VVD voor de tweede termijn. Meneer Hazen. Ja, voorzitter. Een paar vragen meer over organisatorische aard. Pagina 20 van de voorkeursvariant, hoofdstuk 6, daar staan een aantal datums. Besluitvorming, medio oktober, 13 december. Er is voor het huidige tijdpad gekozen. Ik zie toch wel dat er nog een heleboel informatie boven water komt en ook nog moet worden aangeleverd. Dus mijn vraag is van, zit daar nog ruimte in? Wat is de uiterste datum voor de verdere besluitvorming in de stadsregio, dat wij in deze raad de knoop moeten doorhakken? Dat is vraag 1. Vraag 2. 2017, de planuitwerkingsfase, wordt het hele jaar voorgenomen. Afsluitend met een uitvoeringsbesluit in de regioraad van december 2017. Ja, die planuitwerkingsfase, daar komt natuurlijk de lokale invulling voor. Waar is de rol voor de raad van Uithoorn? Kunt u daar aangeven? En die gaat volgens mij verder dan van, ja, wij zijn vertegenwoordigd in de regioraad. Want ik kan me herinneren dat er ooit een motie is aangenomen van de belangrijke plekken van de 170. En die is ook nooit gerealiseerd. Dus daar zitten toch wel wat zorgpunten in. Laatste vraag, realisatie 2022. Daar staan al die schoolkindertjes met een ballon die ze niet mogen loslaten sinds vorige week. We hebben daar een traject van bestemmingsplannen voor. We hebben misschien nog uitwerkingstrajecten voor. Hoe ziet de wethouder dat, zeg maar, in de volgtijdelijkheid? Want zit het gevaar in dat we tot 2022, 6 jaar lang, elke maand
de tram op de agenda van de raad hebben staan? Of zegt u van nee, zo gauw de planuitwerkingsfase is 2017... dan zorg ik dat binnen pak een beetje 3 maanden tijd de bestemmingsplannen klaar liggen... en zodat er op een gegeven moment ook een, nou ja, een bepaalde voortgang, afronding is... en dat we niet 6 jaar blijven delibereren met steeds weer nieuwe dingen. In de tussentijd ook nieuwe raden, nieuwe colleges. Dit soort dingen heeft het nare gevoel dat je wat over je politieke graf heen moet regeren. Daar ontkom je niet aan. Maar ja, je moet dan ook wel in die tijdigheid. Kunt u daar eens wat over zeggen? Dat waren mijn vragen voor dit moment. En collega Van Haren wil... Oh, dat klaar. Dank u wel. Wethouder Pulau. Ja, moet u nou met het mes op de keel volgende week besluiten of niet? Nou, inderdaad, het tijdpad is wat strak. En de voltijdigheid is eerst uit Hoorn. Hè, want dat is de gemeente die het meeste invloed ervan heeft. Dan Amstelveen, provincie. En dan uiteindelijk de regioraad die sowieso het laatste woord heeft... om het budget ook beschikbaar te stellen. Daar zit wel wat ruimte in. Ik ga niet zeggen dat u gelijk 3 maanden zou moeten opschorten. Er zit wat ruimte in. Willen wij nog voor de besluitvorming half november in... Amstelveen, kijk even naar rechts. Begin november ergens. Nou, daar zit wel wat ruimte in. De vraag is of die nodig is. Ik bedoel, we gaan die stukken natuurlijk snel toesturen. Het is aan u om te bepalen of dat een reden is om wel of niet een besluit hierover te kunnen nemen. Daar gaat u over. Nogmaals, mijn hoop is dat volgende week wel gaat lukken. Maar dat is aan u. Meneer Keijmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien in aanvulling daarop... U stuurt de stukken snel toe, alleen, ja, het klinkt lullig, maar wat is stel dan natuurlijk? Waarom deze vraag? Omdat ook aan ons gevraagd is, als wij moties of abonnementen willen voorbereiden, die ook tijdig voor u in te dienen, zodat u ze ook kan beoordelen. Maar dan wordt het wel ja, een vrij krap tijdspad om het goed, de stukken die we nog krijgen, te besturen. Dan nog de moties of abonnementen maken, dan nog het debat doen. Dus ik vroeg me af, misschien is het wel goed om daar even bij stil te staan, of dat echt binnen een week moet. Maar dat zien we voor onze mening. Nou, zonder dat ik de collega's die rechts achter mij zitten erg veel zweet wil bezorgen. Ik wil wel een poging wagen om dat nog voor het weekend te realiseren. Ik weet niet of dat met elk punt wat ik nog terug moet koppelen gaat lukken. Desnoods ga ik het in stukjes aan u verzenden. Alles wat beschikbaar is, dat het vast eruit gaat. Ja, en dan staat nu of daar genoeg toch tijd nog is. Meneer Bezijen. Ja, dank u wel. Ja, ik denk in dit kader met name een mogelijke uitkomst van het gesprek wat u nog aangaat met de indieners van het HOV-plusplan. Want dat is iets wat we al of niet mee zouden kunnen willen nemen. En of u dat gaat redden voor het weekend, vraag ik me af. Nou, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik wil in gesprek gaan met deze indieners. Maar het plan zoals zij dat hier hebben liggen, is besproken, ook met de andere 3 partijen... En dat is voor de 4 partijen geen optie. Dus wij willen het gesprek aangaan voor hun ideeën over het openbaar vervoer. Maar wij gaan deze niet aan u voorstellen. Dat betekent dat u dit geen onderdeel van uw besluitvorming hoeft te maken wat ons betreft. Dan ga ik verder met de vraag van de heer Hazer. wat de rol van de raad is bij het overgaan van de planuitvoerfase naar de uitvoerings... voor het uitvoeringsbesluit. Ja, daar heb ik antwoord aan gegeven aan de heer Boonman. Dat is dat wij in dat jaar wat daarvoor staat de raad regelmatig meenemen. En op het moment dat daar een definitief uitvoerplan klaar ligt, om dat met u te bespreken. Alvorens ik daar een klap op gegeven in de stuurgroep. En nogmaals, het laatste woord ligt bij die regioraad die wel vaak moties aanneemt, maar het dagelijks bestuur soms ze niet in volledigheid uitvoert. Maar daar neem ik de raad in mee. Meneer Hazen. Ja, die snap ik, maar ik vind dat toch wel een democratisch gat. Kijk, we kunnen dan natuurlijk elke week een wethouder van verkeer en vervoer hier naar huis toesturen en weer een nieuwe benoemen. Maar dat gaat ook niet helpen. Want dat zou dan de consequentie zijn. Hè? Als je zegt van ik heb het in de regioraad geprobeerd, ze willen het niet. Juist in die uitwerkingsfase vind ik toch wel dat je als raad aan op een of andere manier aan de knoppen moet kunnen draaien. Want anders dan kunnen we net zo goed zeggen, nou, we besluiten vandaag en regioraad succes ermee. Meneer Pulau. Ja, nou, wat ik al eerder aangaf is dat het vaststellen, wat door het DB gebeurt,
wel met een officieel advies gaat vanuit de gemeente. Dat leggen ze niet zomaar terzijde. Als u het hebt over stok achter de deur, want daar zoekt u een beetje naar. Stel, ondanks alle adviezen en alle goede gesprekken gaan zij toch een weg inslaan die wij als Uithoorn niet willen. Ja, dan heeft u natuurlijk altijd die stok achter de deur die het bestemmingsplan heet. Laat ik vooropstellen dat ik niet hoop dat het zover zal komen, want dan gaat het in de verhouding ook niet heel erg lekker. Maar in de noodrem die u heeft, is de bestemmingsplanprocedure. Waar u dan niet aan meewerkt. Maar ja, goed, dan hebben we als gevolg dat de ene overheid de andere overheid aan het bestrijden is via procedures. Dat is ook niet het ding. Dus ja, misschien. Ik snap het. Ik snap het dilemma. Maar ik wil misschien toch kijken om naar wat waarborgen in te bouwen in het uitvoeringsoverleg met de regeraad. Ja, dat snap ik. Kijk, uiteindelijk ligt de bevoegdheid bij de vervoersregio. Zo hebben we die daar neergelegd. Het feit dat de vervoersregio daar niet licht mee omgaat, bewijst dat wij hier vanavond zitten. Want ook dit voorkeursbesluit had de vervoersregio zonder ons kunnen nemen. Maar zij kiezen ervoor om dat niet te doen, om instemming van al die raden te krijgen. Nou, vandaar dat als deze raad op het uitvoeringsplan, wat als het goed is een vertaling is van het voorkeursbesluit wat hier nu ligt, als de raad ervan zegt, ja, maar dat is helemaal niet zoals het ooit bedacht was. Ja, dan zal een voorzeger dat niet zomaar er doorheen zetten. Het is trouwens niet de regioraad die erover gaat, krijg ik net te horen. Maar het dagelijks bestuur van de stadsregio. Dan, hoe gaat dat nou als er een uitvoeringsbesluit genomen is en gaat het dan nog tot de opening met die niet-ballonnen nog zo door? Nee, kijk, op het moment dat er een uitvoeringsbesluit ligt en een ontwerp en we gaan de aanbestedingsfase in en dergelijke en de bestemmingsplannen zijn vastgesteld, dat moet allemaal in één periode gebeuren. Ja, dan komt de radiostilte anders dan dat het misschien leuk is dat ik u af en toe eens op de hoogte hou hoe het gaat. Maar dan zijn we aan het uitvoeren, dan wordt er daadwerkelijk gewerkt. En dan is het niet meer dat de raad daar nog een rol heeft, want dan de plannen zijn vastgesteld en het moet uitgevoerd worden. Dus dan is er inderdaad radiostilte, anders dan dat u wat werkzaamheden hier en daar ziet en ik u af en toe eens zal bijpraten. Of mijn opvolger. Dat waren de vragen. Gemeentebelangen? Meneer Hoekstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben nog een vraag over de ontsluiting en de bereikbaarheid vanuit de Kwakel richting de tram. Op dit moment is daar een buslijn die vanuit de concessieverlener Zuid-Holland loopt. Die loopt nog wel even door. Maar is er in deze plannen ook rekening mee gehouden dat als die lijn eventueel komt te vervallen, hoe dan de verbinding met de Kwakel richting de tram eruit komt te zien? En waarin is dat opgenomen? En dan hebben we nog een vraag over hoe het zit met eventuele planschade die mogelijk kan ontstaan. Hoe dat geregeld is, wie daar verantwoordelijk voor is en of dat inderdaad ook in deze plannen is opgenomen. En een laatste vraag, dat gaat over het stukje een beetje participatie. En dan hebben we het in eerste instantie over het bezoek wat door bewoners gedaan kon worden aan de tramlijn. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En daar waren wel een hele hoop aanmeldingen voor. Alleen we hebben begrepen dat die op het laatste moment zijn afgevallen. We zijn eigenlijk benieuwd waarom er zoveel aanmeldingen geannuleerd waren op het laatste moment. Of daar meer over bekend is. En voor de verdere invulling, voor straks de realisatiefase en de plannen, ja, is er al bekend met welk doel en welk model het college de participatievorm wil geven? Is daar al iets over te zeggen? Dat was hem. Ja, de Kwakel wordt op dit moment ontsloten via bus 147. Dat is een bus van de concessie Zuid-Holland Noord. De Kwakel ligt binnen het concessiegebied Amsterdam-Meerlanden. Dat betekent dus dat er ook binnen de Kwakel geldt de 400 meter grens. Dus op het moment dat Zuid-Holland niet meer met hun concessie de Kwakel ontsluit, zal de vervoersregio dat zelf moeten oppakken.
Dat staat los van dit besluit van de tram. Dat geldt überhaupt binnen de concessie AMC die nu plaatsvindt. Mocht de 147 wegvallen, moet daar een andere bus voor in de plaats komen. En ook daar weer geldt dat die een knooppunt moet aandoen. En het dichtstbijzijnde knooppunt is het busstation uit Hoorn. Even kijken. Ja, planschade. Op het moment dat geldt altijd. Op het moment dat wij een bestemmingsplanprocedure ingaan, in dit geval voor het tramtracé, en er zijn bewoners die menen dat zij aanspraak maken op planschade, dan kunnen ze dat via de reguliere weg bij het college indienen. En dat wordt dan, zoals u dat gewend bent, beoordeeld. Mocht daar inderdaad een toewijzing tot planschade uitkomen, dan is dat voor rekening van het projectbudget. Dus in dit geval van het vervoerregio. Inderdaad hebben wij twee uitnodigingen gedaan voor een bezoek aan de tram. Namelijk eentje richting de raad, eentje richting inwoners. Nou, die van de raad, dat weet u hoe dat gegaan is. Dat schijnt gezellig te zijn. Het was heel jammer dat ik daar zelf niet bij kon zijn, vanwege andere verplichtingen. We hebben dezelfde uitnodiging ook naar inwoners gestuurd, zelfs meerdere malen herhaald. Uiteindelijk hadden wij minder dan 10 aanmeldingen. En dat vonden wij zo weinig dat we daarom de excursie hebben afgezegd. De participatieladder. Kijk, dit is zo'n specifiek project dat wij daar een heel eigen participatieproces voor in het leven hebben geroepen. Zeer uitgebreid, uitgebreider dan we normaal doen. Zijn op heel veel momenten zijn er inspraakmogelijkheden geweest. Als ik hem zou moeten leggen langs de participatieladder die we hebben gelegd, dan zal die ergens liggen rond adviseren raadplegen. Maar ik kan hem niet exact inzetten omdat dit zo'n specifiek proces is geweest. Hij past niet perfect in die ladder, maar hij zit daar rondom die treden. Meneer Hoekstra. Ja, de achterliggende participatie, dat was ons wel duidelijk. Het ging ons meer een beetje om de toekomstige participatie. Hoe u dat ziet. We gaan die minstens net zo goed om als we in dat eerste traject hebben gedaan. In ieder geval niet minder. Het waren uw vragen, meneer Hoekstra. Wil dus nog een tweede termijn? CDA tweede termijn. Meneer Keijmers. Dank u wel, voorzitter. Dat komt niet heel vaak voor, maar ik was toch wel erg sympathiek om mijn vragen door te schuiven naar de tweede termijn. Want de meeste zijn inmiddels al gesteld. Dus ik had ze beter in de eerste termijn kunnen doen. Maar ik heb nog wel eentje over. En dat gaat over de criminaliteit. Ook in de hoorzitting is daar wat over naar voren gekomen bij de komst van een tramhalte. Ik vroeg me af, welke onderzoeken zijn er door het college zelf gedaan? Of eventueel geraadpleegd in bestaande onderzoeken over criminaliteit bij de komst van een tram en met name de tramhalte dan uiteraard. Kunt u daar wat meer over vertellen? Dank u wel. Ja, er zijn geen onderzoeken waaruit blijkt dat de komst van zo'n tram een stijging van criminaliteit met zich meebrengt. We hebben dan nog wel even nagevraagd bij collega's in Amstelveen, die dat traject natuurlijk in 1990 hebben meegemaakt. Ook zij konden daar geen resultaat vinden dat criminaliteit verhoogd werd. Detail was wel dat destijds die angst vooral was omdat die metro die Amstelveen zou komen helemaal vanuit het Centraal Station kwam. En we praten nu over een tram die begint op de Zuidas. Dus dan praten we denk ik eerder over witte borden dan andere soort criminaliteit. Maar nee, er zijn geen onderzoeken bekend waaruit blijkt, ook uit cijfers niet in Amstelveen, dat de tramkomst een significante toename van criminaliteit met zich meebracht. Waar je natuurlijk wel over na kan denken is de zaak als sociale veiligheid. Dus bij de haltes en de toegangswegen naar de haltes, dat je zorgt dat die optimaal verlicht zijn, niet dicht begroeid zijn, dus dat dat geen enge plek wordt voor mensen die daar 's avonds in het donker aankomen. Dat is iets waar we absoluut oog voor gaan hebben. Maar dat er hele groepen criminelen uit Hoorn binnenkomen als die tram er is, daar is niks van bekend. Dat waren de vragen voor de tweede termijn. Is ons uit Hoorn vraag voor de tweede termijn? Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Er staat nog, er is toch nog één onduidelijkheid bij ons. Het ging net over hoeveel invloed je nog hebt op een eventueel uitvoeringsbesluit. U heeft de heer Hazen daar net nog ook een antwoord op gegeven. Maar in de eerste termijn, toen het wat specifiek ging over veiligheid met mevrouw Elgersma, heeft u toch wel de suggestie gewekt
volgens mij dat als wij extra veiligheidsmaatregelen willen, u had het bijvoorbeeld over aan de Zoom, dat dat wel degelijk mogelijk is. Hoe staat dat in verhouding tot elkaar? Betekent dat dat als er besloten wordt dat het niet nodig is vanuit de stadsregio, maar wij vinden dat het wel nodig is, dat we het dan zelf uit moeten voeren? Ja, wat betekent dit voor ons? Nou, wat het betekent is dat het voorkeursbesluit zoals het nu ligt, daar zitten een aantal veiligheidsmaatregelen al in. Daar, als u hier ja tegen zegt, weet u zeker dat die komen. Op het moment dat u er meer zou willen, en ik zou dat wel in het geval van Adenzoom erg toejuichen, ga ik daarover met de stadsregio in gesprek om te kijken of we dat toe kunnen voegen aan het uitvoeringsbesluit. Ik kan niet spreken voor de vervoersregio, maar ik kan me niet voorstellen dat het een halszaak gaat worden. Maar ik ga dat bespreken. Ik kan het alleen niet toezeggen nu. Ik kan alleen toezeggen dat ik het gesprek aanga en mijn best ga doen om dat te bespreken, om dat voor elkaar te krijgen. Wellicht dat een motie nog zou helpen of iets dergelijks. Dat waren de vragen van de Partij van de Arbeid voor de tweede termijn. Groen uit Hoorn, nog vragen voor de tweede termijn? Nee, dan ga ik afsluiten. Misschien even met de opmerking. Er zijn een aantal toezeggingen aan de raad gedaan, ook voor de publieke tribune. Op het moment dat de antwoorden bij de raad binnenkomen, worden ze ook toegevoegd aan de raadstukken en kunt u ze ook raadplegen. Dus aangezien net is gezegd van ze komen stukjes binnen, is het misschien verstandig om op verschillende momenten te kijken, maar ze zijn in ieder geval voor u ook te vinden. Dan ga ik over naar de rondvraag. Iemand? Meneer Boman? Volgens mij is het de gebruikelijke volgorde om te vragen of dit onderwerp dus nu naar het politiek debat gaat. Nou, dat vond ik echt zo'n open deur. Nou ja, ik heb hier... Dat vind ik helemaal prima, maar ik heb hier ook geluiden gehoord over... Hey, zou er een uitstel in kunnen zitten? Dus okay. Ja, wat mij betreft is dat de vraag. Nou, volgens mij waren de geluiden meer als hij op het moment van de raad nog vindt dat het uitgesteld moet worden. Zo had ik hem geïnterpreteerd, vandaar dat ik ervan uitging dat het gewoon op het politiek debat vond. Misschien omdat ik als voorzitter vind dat het onbespreekbaar zou zijn dat het niet een politiek debat was. Maar... Wilt u het op het politiek debat? Ja. Ik denk dat dat ook de juiste manier is omdat... Nou ja, enerzijds het is tot besluit tot een bepaald tijdsplan besloten, hè, in het fractievoorzittersoverleg. Alles horen denk van nou, het is toch allemaal wel een beetje krap. Ik denk dat het goed is om dan in de raadsvergadering, zoals die gepland is volgende week, zeggen, als daar dan iemand behoefte aan heeft, om te zeggen, nou, we willen toch om daar dan met een gerichte motie voor te komen. En dan kunnen we dan op dat moment besluiten. Want volgens mij is er inmiddels ook geen presidium meer voor volgende week. Dus uitstellen en agendas anders samenstellen wordt sowieso een beetje lastig. Nee, maar dat kan altijd. Dat is aan u. Maar de discussie op dit moment ging van, mocht de informatie die we nodig hadden niet op tijd komen, dan zouden we eventueel willen uitstellen. Zo had ik hem een beetje gehoord. Maar het is aan u. Meneer Bezuijen? Ja, ik hoor meneer Haas het hebben over mogelijk dan een motie volgende week. Maar ik ben bang dat dat technisch niet echt zal gaan. Omdat normaal de moties na het onderwerp pas ter stemming komen. Dus dan gaan we na het besluit besluiten om het besluit uit te stellen. Dat lijkt me niet praktisch. Maar dan wordt er een modus gevonden van de moties inderdaad niet het juiste instrument. Okay. Maar dan kan in overleg met het juiste instrument gekozen worden. Maar het is in principe altijd aan u. Als u zegt van wij hebben meer tijd nodig. Dus dan ga ik ervan uit dat het naar het politiek debat gaat. Ja? Dan ga ik nu naar de rondvraag. Iemand voor de rondvraag, meneer Hazen. Een vraag voor wethouder Bouma. Of hij ons op korte termijn kan bijpraten over de vorderingen van de rioolproblematiek in de Kuil in de Kwakel. Want dat is alweer een hele tijd stil. Tussentijds dingen. Dat hoeft u overigens nu niet hoor. Wacht even, want volgens mij is dat een vraag die ook in het presidium aan de orde is geweest. Of was dat niet? Die was niet de Kuil. Was een andere, excuus. Nee. Wilt u dat nu? Dank u wel. Uw vraag kruist een bericht, want het is al onderweg. Ja, maar dat hoeft u niet uit de losse pols te doen. Het is alleen gewoon een verzoek. En als u dat schriftelijk wil doen, is ook even goed. Hij is er al.
volgens de griffier. Dus daarom zeg ik, hij kruist even het bericht. Meneer Verhaar. Er is zelfs al een brief in de Chrysantelaan geland vanuit het gemeente Uithoren. Dus. Zit ook bij uw stukken, die brief. Andere rondvraag. Dan sluit ik de vergadering met als laatste de opmerking dat volgende week donderdag ook de opstelling weer zal zijn als vanavond. Zodat als er veel publiek is, iedereen het op een goede manier kan volgen. En dan wens ik u nog een goede avond.